allemaal maar even goed voor zitten. Pak je popcorn er maar bij, want dit wordt echt een hele lijpe update video. Want ik mag vandaag echt mega veel aan jullie laten zien. En ja, dit gaat ook wel wat tijd kosten, want ik zal even opnoemen wat ik allemaal aan jullie mag laten zien in deze video. De nieuwe Hyperchargers, de Hypercharge skin. Ik mag alle andere skins laten zien aan jullie en dat zijn er echt gigantisch veel. Het Godzilla evenement met Monster Star erop en Mutations. 40 knokkers hebben namelijk Mutations gekregen. We hebben nieuwe game mode City Smash. En daarnaast hebben we ook nog 6 nieuwe skins die je kan krijgen uit Drank Star Drops. Wat ook echt heel erg nice is. Het is echt gigantisch veel. Dan heb ik de balance changes er nog niet eens bij opgenoemd. Dan moet je maar een andere YouTuber checken. Want om dat allemaal te stoppen in deze video wordt anders veel te veel. We gaan in ieder geval al dit bespreken wat ik net heb gedaan. En vooral naar die Godzilla evenement met Monster Star Drops. Of nee, Monster X zijn het eigenlijk. Maar eigenlijk zijn het soort van Star Drops. En die 40 mutations voor allemaal knokkers ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Dat gaan we dus zo meteen ook eventjes testen. Maar voordat we verder gaan, doe allemaal even dat duimpje omhoog. Zouden we de 5000 likes kunnen halen op deze update video. Zou heel nice zijn als dat gaat lukken. Want ja, dit is echt een van de beste updates. Ik vind deze update echt ziek nice. De support wordt gewaardeerd. Oh ja, en als je dan toch bezig bent. Als je dat duimpje omhoog achterlaat, even abonneert en de code Bouws gebruikt in de shop, maak je kans op deze Tara skin. Hele vette skin. Mag ik in totaal 7 keer weggeven. Stuur dan wel even een bewijsje naar het e-mailadres wat nu hier staat. Of via Instagram kan je ook even screenshots sturen. In ieder geval, ik moet even weten dat jij meedoet. En dan kan ik jou op het moment dat ik de codes krijg van Brawl Stars, jou een code of een linkje sturen waarmee je dan deze skin gratis kan krijgen. Hele vette skin. Dus wil je kans maken, abonneer, like en zorg dat je de code Bouws gebruikt. Maar laten we nu maar gewoon lekker beginnen. En dan gaan we eerst even kijken naar alle nieuwe Hyperchargers die zijn uitgekomen. De eerste is de Hypercharge voor Brock. En die is echt insane. Ik ga ze trouwens allemaal eventjes testen. Dat vind ik wel net zo leuk. Dan zien jullie ook meteen wat die Hyperchargers doen. En dan wordt het meteen nog wat duidelijker. Hypercharge geactiveerd. En dan je super erbij. Check wat de kogels, jongen. Dat is echt niet normaal. Echt heel erg bruut. Dat is dus die van Brock. Je super heeft echt immens veel kogels. De Hypercharge voor Sandy zorgt ervoor dat jij een boost krijgt van in totaal 20%. Dus je loopt gewoon sneller. En tegenstanders worden een halve seconde ook nog even stilgezet. Op het moment dat ze de super, zeg maar, inlopen. Dus dat is op zich ook wel nice. Maar check hoe snel je kan lopen. Dat is wel echt lijp. Maar een goede Hypercharge voor Sandy ook. Bij Nita krijgt de beer 15% meer snelheid. En in totaal ook nog 20% meer levend. Ik ga nu opnieuw zometeen even inzetten. Alleen dan met mijn Hypercharge erbij. Dan kunnen jullie het zien. Kijk, nu heeft hij 8600 levens. Ik zet nu mijn Hypercharge in en dan een nieuwe beer. En die heeft dus in totaal meer dan 10.000 levens. En die beweegt dus ook sneller. Dat is wel echt mega overpowered. Die beer van Nita is dan echt ineens immens goed. De Hypercharge voor Max is ook nice. Alleen kan ik dat nu wat minder goed testen. Want op het moment dat je die dan inzet met je super, dan zie je dat er allemaal, zeg maar, van die energiedrankjes naar je teammates gaan. Nou, nu heb ik geen teammates. Maar die zorgen ervoor dat je teammates sneller gaan bewegen. Dus dat is op zich wel nice. En die van Jean is wel helemaal nice. Want op het moment dat jij je Hypercharge inzet en dan je super, komen er gewoon 3 armen tevoorschijn. Dus je hebt in plaats 1 3 armen die naar voren schieten. Dus als je dat goed doet, kan je 3 tegenstanders tegelijkertijd naar je toe trekken. Ik weet niet of dat een goed idee is, want dan ben je waarschijnlijk zelf dood. Maar op zich wel zieke Hypercharge. En de laatste Hypercharge die eraan zit te komen, dat is de Hypercharge voor Tick. Op zich ook wel een leuke Hypercharge, want deze zorgt ervoor dat je super kanonnen achterlaat. Kijk, er komen er in totaal 6 kogels dan vervolgens uit, wat best wel overpowered is. Dus stel, je zet je super in en iemand is bijna dood, dan gaat hij sowieso nog dood door die bommen die daarna tevoorschijn komen. Dus dat is wel nice. En nog even een paar kleine aanpassingen. De Hyperleash Unfant komt niet meer terug, dus dat je gratis hyperkracht krijgt. Dus dat is wel een beetje jammer, maar daarvoor in de plaats hebben ze wel gedaan. Op het moment dat je de 1000 trofeeën haalt, krijg je gewoon een hyperkracht. Kracht voor Shelly. Dus dat is voor meer voor nieuwe spelers. En je kan nu in plaats binnen 14 dagen, binnen 7 dagen voor coins hyperkrachten kopen. Dus dan hoef je iets minder lang te wachten in plaats dat je het met edelstenen moet kopen. Dus dat hebben ze aangepast. Maar nu even naar de Hypercharge skin. Want er zijn ook een paar Hypercharge skins. En de allereerste knokker die een Hypercharge skin krijgt, dat is Buzz. Dat is echt niet normaal vet, jongen. Je hebt in totaal 3 verschillende varianten. Op het moment dat
dat je gewoon aan het spelen bent, zie je er zo uit. En op het moment dat je hypercharge inzet, dan word je echt een mega draak ineens. Mega vet, echt niet normaal. En deze skin kan je gewoon gratis krijgen in een nieuwe Godzilla evenement. Gaan we zo meteen even wat langer over hebben over hoe je dan deze skin kan krijgen. Maar de eerste hypercharge skin ooit kan je dus gratis krijgen. Zijn volgens mij wel dure skins als je ze gewoon wil vrijspelen. Volgens mij worden ze nog zeldzamer dan legendarisch. Maar hoe dat precies zit, daar komen we gewoon achter als de update uitkomt. Maar ik wil deze skin wel eventjes testen. Want dit is wel echt heel vet. En ook echt nice dat we hem gewoon gratis kunnen krijgen. Want ze is echt een hele brute skin. Kijk, als je gewoon rondloopt, dan ziet hij er al nice uit. Deze busskin. Die slagen. Wow, dat ziet er ook al brute uit. Kan even mijn super inzetten. Ziet er ook nice uit. Maar nu gaan we zo meteen even mijn hypercharge inzetten. Dus als we nu onze hypercharge inzetten, veranderen we gewoon echt in een ziek beest, jongen. Dit is echt mega vet. Ja, je hebt dus eigenlijk twee skins in één, als het ware. Ik vind het echt heel erg vet dat ze dit hebben toegevoegd. En het is natuurlijk helemaal nice dat we deze skin als eerst gewoon gratis kunnen krijgen. Maar zoals ik net al zei, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst gaan we het nog even hebben over andere skins. Want er zijn nog heel veel andere skins die eraan zitten te komen. Brock heeft bijvoorbeeld een aantal skins die eraan zitten te komen. Je hebt namelijk Super Ranger Brock, die niet in 1, 2, maar gewoon in 4 verschillende kleuren komt. Dat is wel vet op zich. Het kost allemaal wel vet voor bling en edelstenen als je ze allemaal wil kopen. Maar het zijn wel echt vette skins. Ik moet ze trouwens even cijfers geven, de skins. Die Godzilla skin, een 10. Ik vind hem echt heel nice. Of die nieuwe Buzz skin die we net lieten zien. Deze Brock skins, ik vind ze eigenlijk allemaal ook wel heel erg vet. Krijg gewoon allemaal een 8 van mij als cijfer. Maar we gaan door naar de volgende skin. Je hebt de nieuwe Mega Tick skin. Die kan je krijgen in de Brawl Pass in verschillende kleurenvarianten. Die doe ik even als screenshot in beeld. Is voor nu even net wat makkelijk. Maar dat is echt een hele vette skin. En die kan je dus aan het eind van de Brawl Pass vrijspelen. Als je de Brawl Pass of Brawl Pass Plus hebt gekocht. Met de Brawl Pass Plus krijg je dus ook die kleurenvarianten erbij. Nita krijgt ook een hele vette skin erbij. Het is namelijk Mega Godzilla Nita. Wow, yo, deze skin ziet er echt mega bruut uit. Het wordt wel een mythische skin. Dus 199 edelstenen. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met deze slachtal Nita. Vind ik eigenlijk deze nog wel vetter eruit zien. Ik vind deze echt heel erg bruut. En die komt dus ook met het Godzilla seizoen online. En op het moment dat het Godzilla seizoen voorbij is, heb je een nieuw seizoen, namelijk Cyber Brawl. Dat is meer een beetje computerachtige skins. Dan heb je hier de Gouden Hacker Brock. Dit zijn de skins die je kan vrijspelen in de Brawl Pass. Dus als je de Brawl Pass of Brawl Pass Plus koopt. Hele vette skin. En die heb je dus ook in meerdere kleuren varianten. Ja, die Brawl Pass skins op dit moment zijn echt on point. Echt mega vet hoe ze die maken. Je hebt nog B-Bite voor 79 edelstenen. Oh ja, ik ben nu weer vergeten om cijfers te geven. Ja, maar die Brock skin die krijgt van mij een 9 als cijfer. Echt heel vet. B-Bite vind ik ook erg leuk. Niet al te duur. Dus ook gewoon een 8,5 als cijfer. Niet de allermooiste skin, maar gewoon hartstikke mooi. En niet al te duur. Dan heb je nog Cyberfang. Wat ook wel echt een hele brute skin is. Dit is ook een mythische skin. Check dan die animatie als hij hier zo rondloopt. Echt dikke glitch. En hij staat nu ook hier zo op de kop. Ik vind deze skin echt heel erg brute. 9,5 als cijfer. Kost wel 199 edelstenen. Is wel, maar gewoon heel vet. En dan hebben we een nieuwe Virus skin. Je hebt natuurlijk Virus 8-bit, maar Virus Charlie is de nieuwe Virus skin. Ook een legendarische skin kost zo'n 299 edelstenen. Maar oh, wat ziet deze er bruut uit, jongen. Dit is echt niet normaal hoe deze eruit ziet. Krijg gewoon een 10 als cijfer. Ik vind deze echt heel vet. Die moet ik hebben op het moment dat die uitkomt. Ook al is die wel echt heel prijzig. Dat dan wel. Dan heb je natuurlijk ook deze Ninja Tara skin, die ik dus in totaal 7 keer mag weggeven. Jullie weten wat je daarvoor moet doen. Maar ook vette skin krijgt van mij als cijfer gewoon een 8,5. Gewoon heel nice. Niet de allermooiste, maar gewoon nice. Gamer Bibi is ook een nieuwe mythische skin. Ook heel vet. Ik weet niet of dit de allervetste skin is voor Bibi. Ja, Bibi heeft wel mooiere skins. Ik vind die Thor Bibi wel echt een stuk vetter. En er zijn wel meer coole skins. Maar deze vind ik gewoon prima. 7,5 als cijfer. Niet de mooiste, vind ik persoonlijk. Maar wel leuk. Daarnaast heb je ook nog deze Surge skin die uit gaat komen. Dit is volgens mij een aangepaste kleurenvariant. Ziet er op zich wel nice uit. Krijg gewoon een 7,5 als cijfer van mij ook. Niet de beste, maar gewoon dik prima. En daarnaast komen er nog 6 nieuwe skins bij die je kan krijgen uit Ranked Star Drops. Of 149 edelstenen. Maar kan je dus gratis krijgen uit Ranked Star Drops. Dus dat is wel heel nice. En als je dacht dat alle skins duur waren die we dit seizoen konden gaan kopen. Nee, valt ook gelukkig nog wel mee. Je hebt Strand Byron, een hartstikke leuke zomerskin voor
29 edelstenen, krijg gewoon een 9 als cijfer. Ziet er grappig uit en is heel goedkoop. Dat is gewoon een goede combi. En Mortis heeft eindelijk ook een goedkope skin. Ik moet wel zeggen dat ik deze skin niet heel mooi vind. Nee, maar op zich ook wel grappig en kan ze ook 29 edelstenen. En omdat hij zo goedkoop is, kan ik hem eigenlijk geen laag cijfer geven. Dus ik geef hem gewoon een 8 als cijfer. Niet de mooiste, maar hij is echt spotgoedkoop. Dus voor 1000 blink kan je deze ook halen. En dat heb je vrij snel bij elkaar verzameld. En de allergrootste knokker in Brawl Stars heeft ook nog een nieuwe skin erbij. Ook een 29 edelstenen skin. Parasol Frank. Ja, deze ziet er ook super zomers uit. Ook niet de allermooiste, maar ook gewoon goedkoop. Dus ook een 8 als cijfer. En nu een skin die ik wel echt heel vet eruit vind zien. Squadbuster Shelly. Natuurlijk weten jullie wel dat... Nou, misschien weten jullie dat helemaal niet. Maar in ieder geval, Brawl Stars heeft een nieuwe game, namelijk Squadbusters. Of de makers van Brawl Stars. En dit is de personage uit die game. Ze hebben namelijk ook Shelly en Colt. Dat zijn allemaal personages die ook in die game zitten. Maar ook personages van Clash Royale, Clash of Clans. Heyday zit er allemaal doorheen. Echt een hele leuke game. Binnenkort komt daar een video over. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Maar deze skin, ik vind hem heel nice. Wel redelijk duur, maar ik krijg gewoon een 9,5 van cijfer. Ik vind deze echt vet eruit zien. Jean heeft ook nog een mooie skin. Duistere Samurai Jean. Oh, deze is ook bruut, jongen. Dit is zo'n Supercell make skin. Dus iemand heeft deze skin, zeg maar, bedacht. En dan volgens heeft Supercell hem in de game gezet. Maar wel echt super vet. Deze skin krijgt van mij ook gewoon 9,5. Is niet eens extreem duur. 149 edelstenen. Ja, is wel veel. Maar ik vind deze skin er eigenlijk bijna net zo mooi uitzien als veel mythische skins. Dus ik vind hem echt nice. En dan heb ik nog één skin die ik voor nu even kan laten zien. En dat is Nightmarie Sandy. Hoho! Deze ziet er ook bruut uit, hoor. Ja, ik vind deze ook wel heel erg vet. Een beetje vergelijkbaar als de skin van net. Dit is ook een Supercell make skin. Maar ook 149 edelstenen. Krijg gewoon ook een 9,5 als cijfer van mij. Ik vind deze echt heel bruut. En hij, ja, je moet wel goed kijken om te zien dat het Sandy is. Dat, ja, dat is zeker zo. Maar wel echt nice. En dat waren alle skins die ik voor nu kon laten zien. Daarnaast zijn er trouwens wel nieuwe zilver en gouden skins bijgekomen. Chuck, Charlie, Willow, Kit en Miko hebben allemaal zilver en gouden skins erbij gekregen. Dus die komen er ook bij. Maar dat was het over alle skins. Dan gaan we nu even kijken naar het nieuwe Godzilla evenement. En dat gaat echt heel nice worden. Want het Godzilla evenement is ook alleen maar beschikbaar in het Godzilla seizoen. Dus daarna, als het seizoen is afgelopen, dan is dit evenement ook weg. Maar het is wel echt super leuk. Je hebt namelijk een nieuwe game mode. Gaan we zo meteen eventjes spelen. Maar dan kan een van je teammates een mega draak worden, oftewel Godzilla. En dan moet jij proberen de stad van je tegenstander te vernietigen. Ik vind het echt een geniale game mode. 3v3 speelt gewoon heel leuk. En op het moment dat je die game mode speelt, kan je eggs verzamelen. Ja, dus dat is ook erg leuk. En in de dagelijkse startups kan je ook nog van die monster eggs verzamelen. En wat kan je dan krijgen uit die monster eggs? Dat vragen jullie je natuurlijk af. Je kan mutaties krijgen, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar je kan ook gewoon coins, powerpoints, credits, bling. Je kan skins krijgen en de nieuwe hypercharge skin kan je allemaal krijgen uit die monster eggs. Dus dat is wel heel vet. Dus naast dat je ook gewoon leuke skins en rewards kan krijgen, kan je dus ook coins, powerpoints en credits krijgen. Wat hartstikke goed is voor je account, ook als free-to-play speler. Dus dit seizoen gaat echt ziek nice worden, omdat je eigenlijk gewoon elke dag in plaats 3... 5 starterops kan krijgen. En die monster eggs, ja, dat zijn dan officieel geen starterops. Maar eigenlijk komt het wel ongeveer op hetzelfde neer. Daarnaast heb je om de paar dagen een aantal monster eggs die je kan vrijspelen op het moment dat je het Godzilla evenement speelt. Dus dat kan je dan spelen. En daar kan je dan ook monster eggs uit krijgen. En waarom moet je dan zoveel monster eggs verzamelen? Want dat is ook belangrijk. Nou, als jij in je club zit en jij hebt een x aantal monster eggs bereikt. In totaal moet je dan 1250 monster eggs openen met al jouw clubgenoten. Dan krijg je uiteindelijk deze Godzilla skin. Ja, ik heb hem dus nu al op dit account, dus al staat er 1000 blink. Maar voor alle spelers die dan nog geen Godzilla skin hebben, krijg je deze Godzilla skin. Echt mega vet. Dus die krijgt iedereen gratis. Daarnaast krijg je nog bij 250 geopende monster eggs 5 edelstenen, daarna 10, daarna 15 en daarna 25. Dus in totaal krijg je dan 55 edelstenen ook gewoon gratis door dit evenement te spelen. Ik vind het echt ziek nice. Ja, ik vind het wel echt heel vet hoe ze dit hebben gedaan. Dus je moet samen een Monster X openen met je club. Zoveel mogelijk krijg je gratis kind, gratis edelstenen. En je krijgt dus ook nog al die rewards gratis die je kan krijgen uit die Monster X. Echt deze combinatie, hoe ze dit hebben gedaan,
Hartstikke goed. Echt shout-out naar de makers van Brawl Stars hoe ze dit hebben gedaan. Maar dat is nog niet het enige. Want tijdens het seizoen Godzilla heb je in totaal 40 mutaties voor 40 verschillende knokkers die je kan krijgen uit Monster Eggs. Ik zal het er even bij pakken. Die van Nita heb ik nog niet vrijgespeeld. Maar dit zijn alle mutaties die je kan krijgen. Zometeen gaan we een aantal van die Monster Eggs openen. Maar ik heb die van Brock heb ik al. Brock vuurt een extra raket af met rockende raket. Je hebt van Gray, die is ook echt nice. Dan kan je 6 actieve teleportdeuren tegelijkertijd hebben. Dus dan kan je vet veel teleports door de hele map gooien. Echt geniaal. En zo heeft elke knokker een andere mutatie die hier staat. Wat heeft Leon? Leon brengt 2 klonen voort nadat hij rookbom gebruikt. Oké, dus dan heb je gewoon 2 klonen. Dus dat is ook wel nice. Wat doet bijvoorbeeld Frank? Frank is sneller, heeft meer gezondheid en met zijn hamerslag breekt hij door muren. Wow, yo. En zo heeft elke knokker wat. Pam heeft ook een goeie. Die heeft onbeperkt ammunitie. Dus je kan onbeperkt schieten met Pam. Dan kan je gewoon klik, 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 klik en gewoon in 1 streep doorschieten. En zo heeft elke knokker wat. En wat kan je dan met deze mutaties? Nou, je hebt speciale game modes elke dag waarin je kan spelen met knokkers met mutaties. Dat is dat tekentje wat onderaan staat. Dat zie je nu bij Knokbal en bij Duels. Dat zijn dan op dit moment de game modes waar je kan spelen met knokkers met mutaties. Dus je hebt nog wel genoeg gewone game modes waarin je geen mutaties kan gebruiken. Anders zou het ook wel heel shit zijn voor de pro-spelers. Want die mutaties, het is grappig, maar het wordt wel echt complete chaos. Maar in ieder geval, in sommige game modes kan je die mutaties gebruiken. En in sommige game modes dus ook niet. Dus dat is wel erg leuk. Dus je kan als het ware gewoon in sommige game modes met speciale knokkers spelen die echt bizarre dingen kunnen. Ik vind het echt geniaal. En je kan ze dus krijgen, die mutaties, uit Monster Eggs. Dan moet je er wel rekening mee houden dat die mutaties 1 seizoen actief zijn. Dus daarna zijn ze wel weer weg. Dus die Monster Eggs, als je het puur voor die mutaties doet, dan zou ik ze gewoon niet kopen. Maar je kan natuurlijk ook elke dag gratis Monster Eggs krijgen. Dus je hoeft ze niet te kopen. Je kan ze wel kopen met speciale aanbiedingen in de store. Maar je kan ze ook elke dag gewoon gratis vrijspelen. En dan kan je ook gewoon leuke mutaties krijgen. Maar nu is het voor mij even makkelijk om gewoon een aantal te kopen in de store. En dan gaan we een aantal Monster Eggs openen. Ja, dus dat is wel nice. En het leuke is, je kan niet klikken. Je moet als een soort van, zeg maar, slide over de, zeg maar, de AI heen gaan. We hebben nu een super zeldzame. Dan ben ik benieuwd wat we nu krijgen. We krijgen 100 bling. Oké, wat krijgen we nu? Oh, dan gaat hij naar super zeldzaam en dan moet je hem nog een keer openen. Episch. Zou die nog naar legendarisch of mythisch gaan? Mythisch. Oh, donders. Gaan we mijn eerste legendarische monster egg krijgen? En wat gaat erin zitten? Het is een skin. Oh ja, geen kracht, Janet. Nice, je kan dus ook gewoon skins inderdaad krijgen. Ondertussen dikke stemoverslag. Maar dat kan je ook krijgen, dus dat is wel echt nice. Ik wil eigenlijk nog even zo'n mutatie krijgen. En die krijgen we nu, dus dat is ook wel nice. En wat is het? Het is de mutatie voor Carl. Dus dat is wel nice. Dus Carl beweegt sneller en die aanvalt dan ook nog sneller. Dus dat is wel vet. We gaan weer eventjes een paar openen. Ik vind deze eggs wel echt super geniaal. We hebben weer een mutatie. En we hebben nu de mutatie voor Belle. Belle schot effect splits in 5 extra schokken per impact. Ha, dat is ook echt mega overpowered. Jongen, die mutaties zijn echt insane. Oh, we gaan nu weer een goede kant op. We hebben nu een mythische. Gaat hij nog naar legendarisch? Nee, hij blijft bij mythisch. Hebben we nu weer een skin? Ik denk het wel. Ja, we hebben Spider Charlie. Dus wel echt vet dat je ook vrij makkelijk wel skins kan krijgen uit deze drops. Ik vind het wel geniaal. We hebben er nu 6 geopend. We hebben nu al 3 mutaties en 2 skins gekregen. Nu krijgen we eentje voor Penny. Penny zet extra kanon in tijdens oude werper. Oké, dus dan krijg je een extra kanon als je denk ik je super inzet. Maar we openen nog eventjes 6. Ik ben benieuwd of we nog een legendarische kunnen krijgen. En daarna gaan we een paar van die mutaties testen. Krijg nu een super zeldzame. En zoals ik al zei, je kan ook gewoon krachtpunten krijgen. En ook gewoon coins, dus je kan ook gewoon een reward krijgen. We krijgen nu een epische 100 bling. Dat kan je dus ook gewoon krijgen. Dus je kan een beetje van alles wat krijgen. We hebben nu in ieder geval nog een mutatie erbij. En deze is voor Mandy. Mandy voegt 2 extra projectielen aan zoete wraak toe. Oké, dat is ook wel nice. Je hebt echt zoveel verschillende mutaties voor zoveel verschillende knokkers. Dat is echt te bizar voor woorden. Lola brengt een extra ego voort. Oké, dat is wel ook overpowered. Dus dan heb je gewoon een extra ego. Oké, nog 50 krachtpunten krijgen we erbij. Gaat hij nu nog naar legendarisch? Dat zou even mooi zijn. Mythisch? Gaat hij nu naar legendarisch? Laatste kans. Nee, hij blijft bij mythisch.
En dan krijgen we nog 200 bling erbij. Op zich wel ziek nice. En op deze manier kan je dus ook eieren kopen. Ik vind het wel eigenlijk heel leuk om op deze manier een eieropening te doen. Maar ik zou het jullie niet aanraden. Ik zou het gewoon vrij spelen op de gratis manier. Dat is ook net zo leuk. En je krijgt er wel dikke rewards uit. Dat sowieso. Maar we kunnen even met Penny spelen. Kijken wat er gebeurt als ik mijn super inzet. Ja, dan heb je inderdaad gewoon twee supers tegelijk. Haha, dat is mega overpowered. Ja, die anderen gaan dan wel weer weg. Maar je hebt dus standaard twee supers met Penny. Dat is dus de mutatie van Penny. En zo hebben alle knokkers dus wat. Alle 40 knokkers hebben dan een speciale mutatie. Ik heb er nu 7 van de 40 gevonden. Maar ik moet zeggen, ze zijn vrij makkelijk te krijgen uit die eggs. Dus dat is wel erg leuk. Maar we hebben het nu natuurlijk al een tijdje gehad over de monster eggs. En wat je daar allemaal uit kan krijgen. En natuurlijk mutaties, wat je daar allemaal mee kan. Ik vind het wel echt heel erg vet allemaal. Maar je hebt natuurlijk ook de nieuwe game mode City Smash. En die gaan we nu eventjes spelen. Je moet eigenlijk ervoor zorgen dat je dit zo lang mogelijk overleeft. En dat jouw teammate, die dan de monster is, dat die dan de muurtjes kapot gaat maken. Want je wil natuurlijk de stad van de tegenstander zo snel mogelijk kapot maken. Ja, top, dat is die Daryl. Dus dan gaan we nu eventjes deze kant op. En daar is een bout. En op het moment dat iemand die bout pakt van de tegenstander, dan wordt die dus zo'n monster. En als onze monster doodgaat, wat nu gebeurt, dan komt hier zo meteen, hier zo waar ik nu sta, daar komt zo meteen weer zo'n boutje. Die wil ik eventjes hebben. Dus als het goed is, komt hij hier zo meteen weer. Dus ik wacht hier eventjes. Ja, hier is hij. En dan ben ik dus nu zo'n mega monster. Dan ga ik eens kijken of ik een stad kan verwoesten. Zou mooi zijn. Ik moet hier wel even uitkijken. Want ik wil hier niet doodgaan. Dat zou stom zijn. Ja, dat zou zeker stom zijn. En dan ga ik nog bijna dood ook nog. Maar ik kan hier even een stuk van hun stad vernietigen. Want met jouw super kan je dat dus doen. Kijk dan, die lasers die slopen daar alles. Dus dat is wel nice. En je moet wel gewoon je super laden door damage te doen op tegenstanders. Oké, daar heb ik ook weer een hit gedaan. Nu ben ik wel bijna dood. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ik zal mijn super even inzetten. Met een beetje mazzel doe ik hier wat damage. En oké. Nou, in ieder geval nog wat damage gedaan. Ze hebben 57% van hun stad nog over. En er zijn trouwens verschillende manieren hoe jij de stad van de tegenstander kan vernietigen. Maar ik zal nu trouwens even deze bout pakken. Die wil ik namelijk nu hebben. Want je hebt namelijk ook bommen die je kapot kan maken. Oh, die zijn al. Die stonden hier. Op het moment dat je die bommen kapot maakt, dan zorg je ervoor dat die ontploffen. En dan, dan maak je zeg maar ook gebouwen kapot. Dus dat is ook wel nice. Hier weer even de boel slopen. Ja, en dan wil ik die Daryl eventjes hebben. Zal mooi zijn. Je moet trouwens wel richten. Je kan niet echt auto aimen. Ja, hier nog een hit. En dan kan ik hier weer wat slopen. Ja, we gaan op zich wel lekker. Ik ga echt lekker. Code Bounce voor de win, jongen. Deze ziet er zo vet uit, jongen. Deze game mode, hoe ze dit hebben gemaakt. Ik vind het echt heel vet. Volgens mij krijg je geen trofeeën hierbij. Maar gewoon hoe ze het hebben gemaakt. Ik vind het al heel nice. Ik zal hier even de bol gaan slopen. Ja, dan hebben ze nu nog 22%. Dus dat is niet zo heel veel. Nee, dat is zeker niet zoveel. Ik kan even kijken of ik hun monster kan killen. Dat zou nice zijn. Ah, nee, dat is niet gelukt helaas. Dus dat is wel een beetje jammer. Ik moet mijn super nog hebben. Oh, we kunnen natuurlijk ook over water. Ik loop heel dom hier omheen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. We kunnen die Daryl even pakken. Dat zou mooi zijn. Ah, ik mis mijn schoten. Dan ga ik denk ik nu dood. Ja, inderdaad. Maar maakt niet uit, want we hebben 70% tegen in de 21%. Dus dat betekent dat ik mijn eerste potje ga winnen. We hebben nog een hypercharge. Nou, maakt allemaal niet uit. Nee, we hebben toch al gewonnen. Hier, Fang, ik sloop jou. Nou, dan had ik beter mijn hypercharge laten kunnen inzetten. Maar we hebben dus nu gewonnen. 70% tegen 21%. Op die manier werkt deze game mode een beetje. Ik vind het superleuke game mode. Ik ben heel benieuwd hoe die ook speelt als je tegen echte andere spelers speelt. Want nu speelde ik natuurlijk tegen bots. Maar wel echt geniaal. Wat een update is dit. Hou mijn kanaal in de gaten, want de komende dagen mag ik ook nog met de nieuwe knokken spelen. Dus abonneer en like en gebruik de code BOUS. Maak je natuurlijk ook kans op die Tara skin. Maar voor nu laat ik het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten, even checken we uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de BOUS Army. Doei, hè!